Een van de zogenaamde verworven rechten in Nederland is de gelijke behandeling van hetero's en homo's. In deze vrije lezing een klein stukje geschiedenis, want verworven rechten blijken nooit vanzelfsprekend. Ook niet in Nederland. Tot ver in de 18e eeuw kreeg je voor homoseksualiteit in Nederland de doodstraf. En reken maar dat die ook werd uitgevoerd. Dat veranderde in 1811. In dat jaar was Nederland een van de eerste landen die homoseksualiteit legaliseerde. Makkelijk was het overigens niet. Het was nog steeds een groot taboe. Het werd vooral gezien als een stoornis. Er werd nauwelijks gesproken over serieuze en liefdevolle relaties die mensen van het gelijke geslacht zouden kunnen hebben. Maar Nederland liep in ieder geval voorop door mensen bij de wet gelijk te behandelen. Een verworven recht. Maar dat recht bleek minder in lood gegoten dan het leek. In 1911, 100 jaar later, was er in Nederland een regering aan de macht die bestond uit alleen maar protestantse en rooms-katholieke politieke partijen. Ze wilden de gelijke behandeling die er 100 jaar was, terugdraaien. Ze wilden homoseksualiteit niet strafbaar stellen, maar mensen mochten daar pas voor kiezen vanaf 21 jaar. Voor heteroseksualiteit bleef die 16 jaar. De regering hoopte dat daarmee minder mensen tot homo gemaakt zouden worden. Deze maatregel wekte protest op. Wetenschappers stelden te kunnen aantonen dat homoseksualiteit een natuurlijk verschijnsel was. Mensen werden niet door anderen homoseksueel gemaakt, het was aangeboren. En omdat homoseksualiteit blijkbaar een speling van de menselijke natuur was, verdiende het geen morele afkeuring, maar juist acceptatie. De meeste Kamerleden zaten helemaal niet op die nieuwe wetenschappelijke inzichten te wachten. Liever besteden ze er zo min mogelijk aandacht aan. Sommigen stelden zelfs dat ze tegen dat onderscheid tussen hetero en homo waren, omdat ze bang waren dat homo's daardoor nog bozer zouden worden en dat ze met nog meer kracht met de wetenschap zouden gaan zwaaien. De Vrijzinnig Democraten en de Sociaaldemocraten in de Tweede Kamer waren in het debat het meest uitgesproken tegen de ongelijke behandeling van homo's. Socialist Troelstra hekelde het feit dat andere politici zich boven een dergelijk medemens te gevoelen en op grond van een of andere moraal den staf over hem te breken. Troelstra herhaalde ook dat homoseksualiteit ook niet aangeleerd was, maar een natuurlijk fenomeen was. En zei dat dit naar schatting 2% van de bevolking betrof. Minister Regoe, katholiek van justitie, reageerde sarcastisch op die schatting. Wanneer Troelstra zegt dat het cijfer deze lieden niet zo groot is, hoogstens 2%, dan antwoord ik, gelukkig dat het lang niet 2% is. Want was het 2% van de gehele bevolking, dan zou men tot afschuwelijke cijfers komen. Dan had men in een stad van 500.000 zielen 10.000 homoseksuelen. Dat zou inderdaad een cijfer zijn om van te gruwen. Troelstra stoorde zich aan de houding van de minister. Hij vroeg hem om open te staan voor nieuwe wetenschappelijke inzichten. Minister Regoe was meteen duidelijk. De tijd zal nooit komen dat iets dat in strijd is met het natuurrecht werkelijk wetenschappelijk zal worden vastgesteld. Ondanks het verzet van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer werd de wet toch in 1911 aangenomen. Maar wat al gevreesd werd, het werd inderdaad het thema waarop homo's en lesbiennes zich gingen organiseren. Die ongelijke behandeling werd bestreden. Het duurde nog tot 1971 totdat die wet werd afgeschaft. In onze tijd zien we dat in een aantal landen bestaande gelijke behandeling ook wordt teruggedraaid. Net zoals dat in 1911 in Nederland gebeurde. Maar ook in Nederland kan het terugzakken met gelijke behandeling. Varianten van de rabiate teksten van minister Regoe zijn nog steeds te horen. Nu niet in de Tweede Kamer, maar sissend op straat of uit de mond van haatpredikers. Vrijheid is nooit vanzelfsprekend. Dat leren we wel weer uit dit kleine geschiedenislesje. Vrijheid moet je verankeren en bewaken en je moet je er zo nodig op verenigen. Ik wens u een vrijzinnige week.